Google trapt de keynote af met een ruimtevideo. Spoiler alert, dat heeft helemaal niets met de verdere presentatie te maken. Aftellen van 60 naar 0. Dan weet je wel dat je de komende minuut nog even iets voor jezelf kunt doen. Thank you for joining us today. I know there were long lines. Thank you for making it in. Ja, waarom staan er altijd lange rijen bij dit soort events? Het is niet alsof mensen uit de buurt denken van, hey, laat ik ook eens even kijken of er wat te doen is. Je weet precies wie er gaan komen. Doe dan een extra deur open, zou ik zeggen. We are being joined by over 2 million people on the live stream. Nee, op het moment dat hij dit zei waren er een goede 100.000 mensen naar de livestream aan het kijken. Tenzij deze stream ook in volle voetbalstadions wordt vertoond, kom je daarmee nooit aan de 2 miljoen kijkers. Google search worked the same for everyone in the world. Whether you were a rural kid in Indonesia or a professor at a world-class research center, you had the same search results at your fingertips. As long as you had access to a computer and connectivity. En zolang Google niet toestemt om mee te doen aan overheidscensuur. Maar deze keynote wordt vast niet gelivestreamd in China, dus daar hebben we het even niet over. Android, because the team noticed the fragmentation and how difficult it was to build mobile phones. Android is ontstaan uit frustratie over fragmentatie, maar de grootste frustratie van Android-ontwikkelaars anno 2015 is fragmentatie. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. And we are privileged to serve over a billion users. In each of these products. Dat zeg je nou wel, maar achter je staat toch levensgroot dat Gmail nog geen miljard gebruikers heeft. So behind me you're going to see a dot, a single dot for every Android active phone out there. Dit is een coole visualisatie, maar ik vind het bullshit. Wat zou de resolutie van die schermen zijn? 4K? 8K? Al was het dat laatste en elke pixel van elk scherm zou daar afzonderlijk van oplichten om een toestel te visualiseren, dan nog kom je niet aan de installed base van 1,6 miljard Android smartphones. For M we have gone back to the basics. We've really focused on polish and quality. We've literally solved thousands of bugs. More importantly, thought through every detail to make it better. Dit is Google's manier om te zeggen, nee, heel spannend gaat het niet worden vandaag. Apps will now ask you for permission the first time you try to use a feature, instead of asking during app installation time. Cool, dus in plaats van één keer een verzoek ongelezen accepteren, kunnen we dat nu meerdere keren per app doen. So, here I am in the Pinterest app. Pinterest. Let's tap on something interesting. Clickbait op Pinterest. With Android Pay, users can simply and safely use their Android phone to pay in stores. Ik snap dat dit de meest voor de hand liggende naam is voor een betaaldienst, maar jullie zijn je ervan bewust dat Pay ook wordt gebruikt door iemand anders, toch? It's secure because when you add a card for use with Android Pay, a virtual account number is created, which is then used to process your payment. Your actual card number is not shared with the store during the transaction. We don't store the credit card number and we don't give it to the merchant. We create a device-only account number. And we're working with leading financial institutions so you can securely use your existing debit and credit cards with Android Pay. With credit cards and debit cards from the three major networks, American Express, MasterCard, and Visa. Including retailers such as Macy's, Bloomingdale's. Macy's and Bloomingdale's. McDonald's, Subway, and much more. Subway with over 26,000 locations in the US. McDonald's with 27 million visitors every day. And we've also added an awesome floating toolbar for quick access to things like copy and paste. As another example. Gast, waar denk je dat je zit? Dit is geen rokerige comedyclub waar je amateur stand-uppers kunt zieken. Gewoon zitten en je mond houden. So that's Sam. We're working incredibly hard to produce our most polished Android release to date. Working incredibly hard cliché. For starters, Android Wear watches include always-on screens, so you can always see useful information at a glance, while also saving on battery. Een always-on screen bespaart geen batterij. Je kunt ervoor zorgen dat de accu minder snel leeg gaat, door zoals Google nu gedaan heeft een zwart-wit low power modus in te schakelen, maar dan nog is je accu sneller leeg dan wanneer je het beeldscherm uitstaat. For example, Jeff can scroll up. Waarom heeft Jeff een wandklok om zijn pols gebonden? Deze gast moet echt even met zijn arm naar de dokter. So I'm very excited to announce today. We are announcing Project Brillo. Wij hadden vroeger ook een Brillo op school. Die vond het niet tof als we hem zo noemden. Zeker niet toen hij contactlenzen nam en dacht daarmee van zijn bijnaam af te zijn. Ja, zat hij er even naast. A door lock can define lock and unlock. Een deurslot dat onderdeel uitmaakt van het Internet of Things. Daar kan bijna niets mis mee gaan. De Skrillex. And you wonder, like me, what is his real name? Okay, Google. What's his real name? Skrillex's full name is Sonny John Moore.
Who knew? Dit is technologisch indrukwekkend, maar het enige wat je nu laat zien is dat we de vraag wat is Skrillex echte naam kunnen vervangen door wat is zijn echte naam. En als gebruiker win je daar heel weinig mee. And that's why I'm thrilled to be here to introduce a brand new product, Google Photos. Niet te verwarren met de Photos app van Google Plus die al een jaar oud is. The Verge, letten jullie even op. The only way to do a moment like this true justice is to take a selfie. Nee. Let's have a look at all the photos I've taken of my niece. The recent ones are at the top. And I can go back to when she was 4 years old as a flower girl in my wedding. But what's amazing is I can go all the way back to the week she was born. Als je er zeker van wilt zijn dat je tienernichtje nooit meer tegen je praat, laat dan op een podium haar babyfoto's zien aan duizenden mensen. And drag my finger to select them all. Wauw, zelfs Google is klaar met deze klas. Geef het gewoon op, accepteer dat je die $1500 beter in de sloot kunt gooien en laat hem thuis. YouTube video's can require a lot of bandwidth. So we just recently launched something called YouTube Offline in India, Indonesia, the Philippines and Vietnam. This lets you take a video offline for up to 48 hours and watch it, whether or not you've got an internet connection. Dat geluid wat je hoort is een zaal vol welgestelde eerste wereldmensen die denken, damn, ik wil dat derde wereldding hebben. I've just been waiting for sort of the right context in Nigeria for me to do something that matters. Ik ga geen grapje maken over e-mail scams. It's a pretty low trust environment. And so for you to trust that you can order something and it will magically appear and be delivered to you from somebody you don't know, delivered by somebody you don't know. Nee, ik ga het niet doen. Een stoel voor aanreserveren en dan niet opkomen dagen. Schande. Today I'm proud to say there are more than 1 million cardboard viewers out there in the world. 1 miljoen, dat is geen getal waar ik onder de indruk van ben. Die dingen zijn vet en ze kosten geen drol. You'll get one immediately after the keynote. Er wordt al geapplaudiseerd, maar geloof mij maar, iedereen in de zaal had gehoopt op een Chromebook of Nexus in zijn goodiebag. Net als vroeger nog wel eens gebeurde. So that when the teacher chooses a place, the entire classroom jumps there together. Ik moest vroeger 3 kwartier fietsen om een manke ezel en 3 schele geiten bij de kinderboerderij te zien als schoolreisje. En coaches van tegenwoordig lopen virtueel over de Chinese muur. Niet cool. Now, we're also partnering with some amazing organizations like the Planetary Society, the American Museum of Natural History and the Palace of Versailles to create new expeditions and bring those to schools around the world in time for back to school this fall. Niet cool. So, anyone who's motivated will be able to build a jump-ready camera. Iedereen met motivatie en genoeg geld om 16 GoPros te kopen om in dit ding te hakken.